Who won the world? Girls! 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 Welkom op de officiële casting van Miss Nederland. Dag lieve meiden, Jasmin hier. Voor mij is het een aantal jaartjes geleden dat ik mee heb gedaan met Miss Nederland, maar ik herinner het me nog echt als de dag van gisteren. Ik was 19, nog echt een meisje, maar na Miss Nederland was ik wel echt een vrouw geworden. Ik heb een hele mooie, leerzame tijd gehad, maar het heeft me ook sterker gemaakt als persoon. En bij Miss Universe heb ik heel erg genoten. Ik vond het geweldig om omringd te zijn door al die prachtige powervrouwen. En ik ben daar ook nog eens vierde van de wereld geworden, wat best een goede prestatie is. Ik heb er ook gewoon hele leuke vriendinnen over de hele wereld eraan overgehouden, waarvan ik een aantal nog regelmatig zie. En naast dat Miss Nederland je sterker maakt als persoon en je heel veel leert, biedt het je ook de kans om je verder te ontwikkelen als vrouw en geeft het je een opstapje naar je toekomst. Dus ik zou zeggen, meiden, twijfel niet, schrijf je in, nee heb je en ja kun je krijgen en het is gewoon een hele mooie ervaring. Het zal je alleen maar rijker maken als persoon. Jessie Jess! Hallo, Jessie Jess hier uit Kaapstad. Het is nu meer ruim dan 2 jaar geleden dat ik Miss Nederland ben geworden. En in die jaren daarna is er heel veel gebeurd. Ik heb niet alleen een gigantisch netwerk kunnen opbouwen, maar ik reis de hele wereld over. Jaag mijn dromen na en ben omringd met allemaal powervrouwen van mijn Miss Nederland familie. Ik ben heel benieuwd wat weer de nieuwe Miss Nederland zal worden na Nikki. En ik kan niet wachten om je te ontmoeten. Ik zeg, meld je aan, ga ervoor en wees niet bang. Het is echt te gek. Niet alleen het grote podium van Miss Universe, maar vooral alles wat daarna gaat komen en in het jaar van jouw Miss Nederland tijd. Nogmaals, zet hem op meiden. Ik geloof in jullie. En ik ben nu al trots voor alle dames die het lef hebben om zich in te schrijven en hun dromen na te jagen. Heel veel liefs. Mwah. Doeg! Zoe! Zoe! Helemaal, dit is Zoe Ivory. En de meeste van jullie weten misschien wel dat ik niet eens mee wilde doen aan Miss Nederland. Ik dacht, dat is gewoon helemaal niks voor mij. Dat ik daar dan tussen al die leeghoofden moet lopen en een beetje als een perfect poppetje ja en aan moet zeggen. Maar ja, toch ben ik Miss Nederland 2016 geworden. En was het een van de beste jaren uit mijn leven. Ik heb geweldige ervaringen mee mogen maken. Ik ben ontzettend gegroeid als persoon. Ik ben eigenlijk uitgegroeid tot de persoon die ik nu ben. Ontzettend veel geleerd. Ik ben in de Tweede Kamer geweest. Ik ben aan Miss Universe geweest in de Filipijnen. Wat een onbeschrijfelijke ervaring was. Waar ik bijna werd behandeld alsof ik een van de Beyoncé was. Waar ik niet eens mijn eigen theezakje meteen mocht doen. Ontzettend onwerkelijk allemaal. Daarnaast ben ik natuurlijk viral gegaan met die dansvideo. Wat ook echt weer een gekkenhuis was. En natuurlijk hier in Nederland heb ik mijn droom waar mogen maken om mee te doen aan het programma Dance in Sense. En om dat dan ook nog eens te winnen. Dat is gewoon geweldig. Dat was echt zo'n mooie en prachtige ervaring. En Miss Nederland biedt jou eigenlijk de kans om jouw dromen waar te maken. En om je te ontwikkelen tot de persoon die jij graag wilt zijn. En daarom zijn wij op zoek naar die mooie vrouw van Nederland. Maar dan heb ik het vooral over een mooi innerlijk, hardwerkend, ambitieus, een powervrouw met dromen. Dus geef je gewoon op, want misschien vind je het net zoals ik. Denk je van, nou ja, dit past helemaal niet bij mij. Maar doe het gewoon, want je gaat vanzelf zien dat je je eigen draai eraan kunt geven. En dat het gewoon echt een geweldige ervaring zal zijn. Dus, ga opgeven. Nikki! Wow! Gefeliciteerd, Nikki!
Hey allemaal, ik wil even vertellen dat Miss Nederland mij superveel heeft opgeleverd. En waarom ik nu dit ga vertellen is de reden dat jij je moet opgeven. Ik heb hele vette reizen mogen maken. Als eerste ben ik 3 weken na het winnen naar Las Vegas gevlogen en heb ik mee mogen doen met Miss Universe. Dit was echt een hele ervaring en ik heb nooit gedacht dat ik hier tussen zou mogen staan. Nog geen week later vloog ik naar de Filipijnen, waar ik ontzettend gave dingen heb mogen doen en het land heb mogen zien. En ik ben nu net terug van Nepal, want ik ben ambassadrice geworden van Dance for Life. En ik heb een hele bijzondere reis mee mogen maken. En er staan natuurlijk nog ontzettend vette dingen op de planning voor 2018. Dus ik kan niet wachten om ze te gaan doen. En ik geniet volop van alles wat ik mag doen. De premières, de shoots, alle leuke dingen die op me afkomen, alle positieve reacties, alle leuke mensen die ik mag ontmoeten. Ik kan echt vertellen dat dit het vetste jaar is van mijn leven. En wil jij dit nou ook? Geef je dan snel op.